Aan het eind van de jaren 50 was Europa voldoende hersteld van de Tweede Wereldoorlog om aan andere zaken dan opbouw te gaan denken. De wereldtentoonstelling van Brussel in 1958 was daar een voorbeeld van. Nu bestond de wens om iets ter vervanging van de oude internationale treinen te hebben. Op initiatief van F.Q. den Hollander, toenmalig directeur van de Nederlandse Spoorwegen, wordt de Trans-Europe-Express in het leven geroepen. Bij grensoverschrijdend verkeer maakt men gebruik van dieseltreinen om problemen met verschillende stroomsoorten en diverse niet geëlektrificeerde lijnen te omzeilen. In samenwerking met de Zwitserse SBB introduceert de NS een dieseltrein voor de relatie Amsterdam-Zürich. Op 18 mei 1957 wordt op Amsterdam Centraal Station een Nederlands-Zwitserse en een Franse TEE aan de pers getoond. De Nederlands-Zwitserse TEE werd ook tussen Amsterdam en Parijs ingezet. Hier treffen we zo'n stel in Brussel aan. Voor de Benelux, tussen Nederland en België, kon wel voor elektrisch materieel gekozen worden. In de zomer van 1957 wordt het laatste stukje elektrificatie ten zuiden van Roosendaal voltooid. De stroomsystemen verschillen alleen in spanning. België hanteert 3000 volt gelijkstroom, Nederland 1500 volt. Het omschakelen van de ene op de andere spanning laat zich daardoor met eenvoudige technische middelen volbrengen. De Benelux tussen Amsterdam, Antwerpen en Brussel rijdt voor het eerst op 29 september 1957. De naam dekt niet helemaal de lading, want de trein komt nooit in Luxemburg aan. De reden daarvoor is de keuze voor de bekende hondenkoptreinstellen. En het feit dat de NMBS al voldoende treinen van Brussel naar Luxemburg had. Het aantal reizigers op doorreis naar Luxemburg bleek lager dan verwacht. Bovendien was de Benelux voor de gewone reiziger tussen Antwerpen en Brussel niet toegankelijk zonder een apart kaartje te kopen. Tweederde van het Benelux-traject loopt over Nederlandse bodem en een derde in België. Dit werd de verdeelsleutel voor de participatie in de kosten, die tot op heden is gehandhaafd. Bij de latere treinen ontstaat een duidelijke verdeling. De NS zorgt voor de rijtuigen, de NMBS voor de locomotieven. Met drie generaties Benelux-trein was in de periode rond de jaren 80 van de 20e eeuw de grootste verscheidenheid te zien. Het eerste materieel speciaal voor de Benelux-dienst bestond uit de bekende hondenkoptreinstellen, die van het nieuwste NS-materieel uit de jaren 50 waren afgeleid. De keuze voor treinstellen was ingegeven door het kopmaken in Amsterdam, Antwerpen en Brussel. Werkspoor Utrecht bouwde 8 stellen voor de NS, genummerd 1201 tot en met 1208. En 4 NMBS-stellen, genummerd 220-901 tot en met 904. Alle treinstellen waren tweedelig en bezaten een elektrische installatie uit het samenwerkingsverband van ACEC in Charleroi en SEM in Gent. Er waren 2 typen pantograaf geïnstalleerd, omdat de Belgische bovenleiding hoger hangt dan de Nederlandse. Op weg naar Antwerpen werd onder Roosendaal de Nederlandse pantograaf voor de bovenleidingssluis neergelaten en daarna de Belgische pantograaf opgezet. Er was dan meteen overgeschakeld van 1500 op 3000 volt. In afwijking van de NS-hondenkoppen bezat de Benelux een keuken, een bagageafdeling en een compartiment voor de douane.
De Benelux reed ook in treinschakeling met ander NS-materieel, zolang dat een Scharfenberg-koppeling bezat. Dat maakte de treinstellen voor de NMBS minder aantrekkelijk, want ze konden in België nooit met ander materieel versterkt worden. Hier vertrekt een Benelux uit Den Haag-Holland Spoor met een vijfdelige MAT 40 en een groene NS MAT 54. De treinschakeling functioneerde niet altijd even soepel. De schakelwals in de Benelux reageerde anders dan de relaisschakeling in de gewone NS-stellen en kon daardoor nog wel eens vastlopen. Dan zag men een gepikeerde machinist met een slinger langs de trein lopen om het apparaat weer in de beginstand te zetten. Begin jaren 70 wordt het bestand Benelux-stellen te krap om de vervoersgroei tussen Amsterdam en Brussel op te vangen. Tevens wil men meer flexibiliteit in de treinsamenstelling. Eind 1971 begint een proef met een trekdielcombinatie bestaande uit een Belgische neersysteemlok met Nederlandse en Belgische rijtuigen. Deze nieuwe manier van rijden bevalt goed, maar geld voor nieuwe treinen is er niet. Dus moet er uit bestaand materieel worden omgebouwd. 8 van de 10 Plan D-rijtuigen uit 1951 worden voorzien van een stuurstand in een koepel op het dak. Verder bestaat iedere stam uit 2 Belgische rijtuigen en 3 omgebouwde NS Plan W-rijtuigen, bouwjaar 1966 tot 1967. Uit de 22 lokstellende reeks 25 met bouwjaar 1960 tot 1961 worden 8 omgebouwd als 2 stroomlok reeks 25-5 en gestationeerd in depot Antwerpen-Dam. Van Antwerpen naar Amsterdam loopt de lok voorop en worden de treinen getrokken. Naar Antwerpen toe geduwd. Deze duwtrekcombinaties debuteren in de zomerdienst van 1974. We zien de trein hier overigens op een omleiding over Utrecht, Geldermalsen, Den Bosch, Tilburg en Breda. De Belgische lok is er een uit de reeks 11. Van deze nieuwe 2 stroommachines zijn in de jaren 85 en 86 12 stuks gebouwd. Ze zijn afgeleid van de reeks 21 voor binnenlands gebruik, waarvan de NMBS er 60 stuks liet bouwen in de jaren 84 tot 87. De kleuren zijn symbolisch gekozen als een kruising van NS-geel en NMBS-rood. De rijtuigen zijn een variant op de bekende NS-Intercity-rijtuigen. En dat geldt ook voor het stuurstandrijtuig. De nieuwe treinen werden vanaf najaar 1986 in bedrijf genomen. In de huidige toestand hebben de rijtuigen nu andere, zoete kleurtjes gekregen, die de eenheid toch een beetje verstoren. Dankzij liefhebbers kunnen we alle soorten Benelux-treinen tonen. Dat het niet altijd lekker weer was, blijkt uit de volgende sfeervolle winteropname. Amsterdam Centraal Station is nog altijd even herkenbaar.
met zijn Hollandse renaissance-stijl van architect Kuiper. Dit is het eerste en enige gebouw op deze plek, omdat voor 1880 er nog geen sprake was van een spoorverbinding tussen Oost- en West-Amsterdam. Het beeld wordt slechts gedateerd door trammaterieel en andere vervoermiddelen. Of door details, zoals de tekst boven de ingang. En de mode. Zoals het een hoofdstad betaamt, wordt het station ook door internationale treinen aangedaan. Langs het perron treffen we een trein met Pullman-rijtuigen van Wagonli. Deze speciale trein is eigenlijk de voorloper van alle internationale treinen van na de oorlog. Zoals de TEE, de Étoile du Nord en recenter de Thalys. En dan hebben we alleen nog de treinen genoemd die het station in westelijke richting verlaten. In het pakket internationale treinen neemt de Benelux een aparte plaats in, als Nederlands-Belgisch onderrondje met eigen materieel. De reis naar België begint over het oudste traject van Nederland, dat ooit vanaf 1839 door de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij stapsgewijs werd geopend. De term oude lijn verwijst hiernaar, maar sindsdien is alles natuurlijk onherkenbaar veranderd. We laten twee soorten Benelux-trein uit het station vertrekken. Hoewel gefilmd op verschillende tijdstippen, staat op een naburig spoor telkens een reeks 16 van de NMBS gereed, met Franse Corée-rijtuigen. De westelijke uitgang van Amsterdam Centraal Station is voor de richting Haarlem-Zaandam en sinds 1986 Schiphol. ...2558 is het hoogste nummer in de reeks 25-5 voor de Benelux. De stam rijtuigen wordt dit keer aan het eind opgesierd door een Frans bagagerijtuig. Diverse stuurstandrijtuigen stonden vroegtijdig in de werkplaats met mankementen. Vandaar deze noodoplossing. Straks komen we nog andere noodoplossingen tegen. Station Amsterdam Sloterdijk werd 1 juni 1986 opengesteld en staat op de kruising van de Oude Lijn met de Schiphollijn. Op dit punt is de Schiphollijn de westelijke tak van de ringspoorlijn om Amsterdam. Met de zomerdienstregeling van 1986 werd de route van de Benelux omgelegd, van Haarlem over de Schiphollijn. Hier zien we een hondenkop Benelux op het hoge niveau naar Schiphol doorrijden. Tussen de opname van deze passage en de volgende met een Benelux naar Haarlem zitten letterlijk maar een paar dagen. Tot 1986 was de eerste stop in Haarlem. Het station is nog grotendeels origineel, maar wel het tweede op deze plek. De hondenkop heeft nog schuifdeuren. Een aantal passagiers maakt daarvan gebruik om de trein vroegtijdig te verlaten. Met de huidige automatische deuren, gecontroleerd door de conducteur, is dat uitgesloten. Thank you.
nog een noodoplossing. Maar dan met twee LOX 25-5 als trek-trek combinatie. Het maakte in ieder geval het aankoppelen van een NS-lok richting Amsterdam overbodig. De tot stuurstand verbouwde Plan D-rijtuigen waren met hun matige rij-eigenschappen geen succes bij de NS. En dat zal in de Benelux-dienst niet veel anders geweest zijn. Na passage van de voormalige halte Vogelenzang-Bennebroek gaat de rit door de Bollenstreek naar Leiden. In het goede jaargetijde vormen de bollenvelden en de molen langs de Haarlemmer trekvaart een kleurrijk decor. Op dit stuk is de derde generatie Benelux nooit te zien geweest. De reeks 25-5 was wel te zien voor andere internationale treinen dan de Benelux. Onderweg naar Leiden stuiten we op vervoer dat door de milieuwetgeving ook al geschiedenis is. Een trein van de vuilnisafvoermaatschappij, kortweg de VAM. Het laadstation van Noordwijkerhout is typerend voor soortgelijke installaties in andere gemeenten. De wagons zijn eigendom van de VAM en vertonen nog opvallend veel gelijkenis met het eerste ontwerp uit 1931. Een trekkabel, bediend vanuit het laadstation, trekt de 4711, een bijnaam geïnspireerd op een bekend merk eau-de-cologne, onder de vultuit door. Vervolgens komt een 2200 de volle trein afhalen. Eindbestemming van de geurige trein is Wijster in Drenthe of Mierlo in Brabant. Vanuit de richting Warmond loopt de Benelux binnen over een van de eerste stukjes viersporig traject van Nederland. Zelfs de Leidenaar zal goed moeten kijken om nog iets van de stationssituatie te herkennen. Alleen de sporen achter de bussluizen en het NZH-gebouw bieden nog enige houvast. Voorwaar een bijzondere combinatie. Een nog blauwe NS1300 vertrekt met intercity-rijtuigen die model stonden voor de derde generatie Benelux. Dit waren de eerste intercity-rijtuigen die Talbot in Aken eind jaren 70 aan de NS leverde. Het station Leiden van de jaren 80 dateert uit 1953 van de hand van de NS-architect Schelling. Destijds werd ook de spoorbaan opgehoogd om gelijkvloerse kruisingen uit de stad te bannen.
Dit was het derde station van Leiden op deze plek. En het is vervangen door nummer 4. Een vertrek van 3 Benelux-tweetjes aan elkaar, een kwart van het hele bestand, laat zien dat nieuw Benelux-materieel geen overbodige luxe was. Begin jaren 90 was het stationsgebouw te klein geworden. Een bredere passage onder de sporen verving de te smalle bovenlangs. En er moesten tussen de perronsporen 2 doorgaande sporen komen. Zowel het station als de omgeving zijn onherkenbaar veranderd. De vertrekkende trein probeert nu zoveel mogelijk vaart te maken. Ten zuiden van station Leiden bevindt zich nog steeds een ophaalbrug over de Rijn. Maar dan een met 4 sporen en bovenleiding. De oude 2-sporige brug had op het bewegende deel geen bovenleiding. Dus de Belgische 11 moest met gestreken pantograaf passeren. Halte de Vink is eveneens onherkenbaar veranderd door de uitbouw naar 4 sporen en de voltooiing van de woonwijk daarachter. Voorschoten en Leidschendam blijven letterlijk links liggen. Langs de Horsten gaat het op weg naar Den Haag. De volgende stop is station Hollandspoor. Deze beelden zijn in 1964 gemaakt toen een 1100 met vooroorlogse coupé-rijtuigen en een plan D achteraan door het station glipte. Het postkantoor op de achtergrond staat er nog. Waar zou dit nou zijn? Deze achtergrond bestaat niet meer. In die tijd bezat Hollandspoor aan beide uiteinden nog kopsporen. Ze zijn met kap en al weggehaald. Hier loopt nog een tweetje uit de richting Leiden-Den Haag binnen. Deze opname van een Benelux in 1964 toont duidelijk het keukentje dat zich in de tweede bak bevindt. Herkenbaar aan de 2 lagere ramen achter de deur. Dit onderscheid kwam later te vervallen. Ook het derde frontsein was nog niet op de neus aangebracht. Dat werd pas rond 1970 verplicht. De naam Hollands Spoor dateert nog uit een tijd dat Nederland particuliere spoorwegmaatschappijen kende. De Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij bereikte als eerste Den Haag in 1843. Overigens destijds op gemeentegrond van Rijswijk. Het huidige station werd in 1888 opgeleverd. De overkapping en de gebouwen tussen spoor 3 en 4 raakten bij een brand in oktober 1989 flink beschadigd. De schade werd keurig hersteld, omdat het station op de monumentenlijst staat.
ondanks de betonvlakte waar eens de kopsporen eindigden, heeft Den Haag-Holland Spoor nog steeds een klassieke allure die we ook in Haarlem en in Amsterdam aantreffen. ...2558. Waar hebben we die eerder gezien? Oh ja, noodoplossing nummer 3. Met een oud bagagerijtuig van de NMBS. En zo hoort hij eruit te zien. Na vertrek komen we door de bocht waar nu station Den Haag-Moerwijk te vinden is. Daarna volgt station Rijswijk, dat ondergronds is gegaan. Nu nog wordt Delft doorkruist op een betonnen viaduct dat in 1965 in gebruik werd genomen. Het viaduct heeft zijn langste tijd gehad en zal ook door een tunnel vervangen gaan worden. Het stationsgebouw uit 1885 blijft staan. Voorbij Delft-Zuid rijden we door richting Schiedam en Rotterdam. Halverwege de jaren 80 heeft het Openlucht Binnenvaartmuseum een mooie bijeenkomst georganiseerd in de Oude Haven. Rotterdam en havens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat maakte de stad interessant als doel voor een spoorlijn, omdat vanuit het achterland geen grote rivier moest worden overgestoken. Dit zal er mede toe hebben bijgedragen dat het pleit ten opzichte van Dordrecht als wereldhaven in het voordeel van Rotterdam is beslecht. Het centraal station van Rotterdam van de hand van architect Van Ravenstein werd in 1957 opgeleverd. Dit en het voorgaande station dat tot 1953 Delftse Poort heette, markeren in feite het eindpunt van de oude lijn, zoals die ooit door de HSM in 1847 was aangelegd. In een stad die net uit de as van het bombardement was herrezen, vormde het nieuwe station met zijn markante perronoverkappingen een waar pronkstuk. De tijden veranderen. In 2008 is het station weer op de schop en krijgt een compleet nieuw aanzien. Tot en met 24 september 1993 werd een reis naar het zuiden voortgezet over het bekende, dan wel beruchte, Rotterdamse luchtspoor. De stalen bruggen begonnen al bij het verlaten van een station en voeren dwars door de binnenstad. Op deze plaats duiken de treinen nu in de viersporige Willemstunnel. De stalen constructie van het luchtspoor stond garant voor een flink portie lawaai. De overkapping van station Blaak stamde nog uit 1877. Toen heette het nog station Beurs. Het ontvangstgebouw in klassieke stijl werd na modernisatie in 1930 door het bombardement van 1940 verwoest. In 1953 kwam er een nieuw gebouw dat in 1982 voor de metro moest wijken.
Het meeste spektakel leverde natuurlijk de bruggen over de Nieuwe Maas. En aansluitend de hefbrug over de Koningshaven. Na 7 jaar bouwen openden de staatsspoorwegen in mei 1877 hun luchtspoor dwars door Rotterdam. De Willemsbruggen hebben altijd uit vaste boogbruggen bestaan. In februari 1994 werd de laatste rivieroverspanning door 3 drijvende bokken op een ponton geplaatst en naar de sloper overgebracht. De indrukwekkende hefbrug over de Koningshaven werd in 1927 opgeleverd en kreeg meteen een legendarische reputatie door de film van Joris Ivens. Verkeerstechnisch was de hef een bottleneck geworden, waarmee zowel de scheepvaart als het treinverkeer ter dege rekening moest houden. Doorgaans stond de brug ieder uur 20 minuten open. De brugwachter klimt naar zijn domein en benadrukt zo nog eens de indrukwekkende afmetingen van het gevaarte. In 1918 stortte de oorspronkelijke draaibrug uit 1877 in het water na een aanvaring. In 1978 was het weer raak toen een scheepslaadboom het beweegbare brugdeel ramde. De overspanning bleef nog wel hangen, maar de contragewichten waren ontzet en het treinverkeer was ruim 2 weken lang niet mogelijk. Het voorval was de spreekwoordelijke druppel in de al jaren slepende discussie over een nieuwe rivierkruising. Na veel bakkeleien viel in 1984 het besluit voor een 4-sporige Maastunnel. De hef is in feite over de oude draaibrug heen gebouwd. Zo bleef een doorgaand treinverkeer mogelijk. De heftorens staan op de oorspronkelijke pijlers die aan de buitenkant zijn versterkt met zwaardere pijlers. De middenpijler van de oude draaibrug was niet meer nodig. Daarmee was de doorvaart verbreed van 20 naar 50 meter. Een schoonheidsprijs zal de hef nimmer verdiend hebben. Maar het is wel een onvervalst stukje Rotterdams industrieel erfgoed. Om die reden staat hij er nog steeds. Omgeven met veel herinneringen, maar levenloos en beroofd van zijn functie. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht steekt het spoor de Oude Maas over. Ook hier lag ooit een draaibrug. Maar die heeft al lang geleden plaatsgemaakt voor een moderne ophaalbrug. Die, geloof het of niet, in 1994 ook alweer vervangen is wegens spoorverdubbeling. Tussen de brug en station Dordrecht ligt een stevige helling. Het goederenverkeer heeft daar nog wel eens moeite mee gehad. Dat er veel goederentreinen door Dordrecht komen, valt te verklaren uit de nabijheid van Kijfhoek, Nederlands grootste rangeerterrein tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Achter de cabine van de machinist zien we de eerste klascoupé. Die ontstond na het opheffen van de douaneformaliteiten. Dit was vroeger het compartiment voor de douane. Want er werd vanaf 1957 nog jaren gewoon gecontroleerd in de rijdende trein tussen Roosendaal en Dordrecht. Of Roosendaal en Antwerpen. Toch genoot de treinreiziger een voordeel. Want aan de grens had de automobilist altijd enig oponthoud. Rechts is de hoofdlijn uit Breda en Roosendaal. De aftakking rechtdoor is die naar Geldermalsen en de Betuwe. Aan de zuidoostzijde van het station komt een Benelux uit Roosendaal aan.
Kort na vertrek uit station Dordrecht draait de hoofdlijn met een scherpe boog door de stad richting het zuiden. Vanaf Dordrecht is het slechts een kilometer of 8 naar de Moerdijkbrug over het Hollands Diep. Helaas viel de langste brug van Nederland zonder professionele hulpmiddelen niet goed in beeld te brengen. Het gemis wordt gecompenseerd door de passage van een NS-1000. Wat een contrast! Een ouderwetse sneltreinlok uit 1948, ooit bedoeld voor snelheden tot 160 km per uur, voor een moderne containertrein naar het zuiden. Tijdstip, uiterlijk zomer 1981. Kort nadat de trein van de Moerdijkbrug is gekomen, volgt de splitsing achter station Lage Zwaluwe. Uit de richting Breda komt zojuist de Intercity Venlo-Den Haag, getrokken door een NS 1500. Deze Engelse tweedehands machines hebben nog tot en met 1986 dienst gedaan. Van de 6 in dienst zijn er 3 bewaard gebleven. De Benelux neemt uiteraard de splitsing naar Roosendaal. Dit deel van het traject krijgt al een Belgisch tintje. Want de lijn Roosendaal-Moerdijk is ooit onder Belgische regie aangelegd. Langs een depot vol met interessant materieel naderen we Roosendaal. Dit is de laatste stop op Nederlandse bodem en een mekka voor de spoorliefhebber. Roosendaal was een van de laatste stoomdepots in Nederland. De suikerfabriek in de buurt was jarenlang een toevluchtsoord voor afgedankt materieel. Maar ook in recentere tijden vonden veel oudgedienden hier nog hun laatste inzet. Of werden tijdelijk opgeslagen, dan wel uitgerangeerd. Terwijl de rest van Noord-Brabant nog op rails zat te wachten, had Roosendaal al een spooraansluiting. Geopend door de Grand Belge in 1854. De Nederlandse staat stelde als voorwaarde dat de Grand Belge ook een lijn naar Breda zou bouwen. Die werd in 1855 geopend, samen met het stuk naar Moerdijk. Het station is buitenproportioneel groot voor een stad als Roosendaal. Door zijn functie als grensstation moest er immers ruimte zijn om treinen over te geven. Voorts namen de douanefaciliteiten en de afhandeling van bagage ook de nodige ruimte in beslag. Dat alles is nu een stuk minder.
Nog steeds is er iets van een Belgische invloed te merken. Een Benelux steekt in het station over van rechts rijden naar links rijden. De laatste 8 kilometer naar de Belgische grens zijn de enige in Nederland die linksrijdend afgelegd worden. De NMBS rijdt namelijk links. Net als de SNCF in Frankrijk. Het Seinhuis was een van de laatste in Nederland met mechanische installatie. De beroemde Seinbrug met zijn vormseinen werd pas in de jaren 90 vervangen. Terwijl eind jaren 80 de stuurstandrijtuigen staan te wachten op de sloper, rijdt de reeks 25-5 vrolijk door tot in de 21ste eeuw. De NS had 2 Plan D-rijtuigen niet omgebouwd en al weggedaan. Ironisch genoeg zijn die wel bewaard. Het rijtuig van de SSN draagt weer het turquoise uit 1951. De Benelux hondenkop werd als eerste van de maat 54 stellen terzijde gesteld. Menig Nederlandse soortgenoot bleef tot halverwege de jaren 90 doorrijden. Met de Nederlandse pantograaf nog omhoog vertrekt een Benelux-stel richting Antwerpen. Even ten zuiden van het station bevindt zich de sluis in het bovenleidingnet, die met gestreken pantografen gepasseerd moet worden. Daarna wordt de Belgische pantograaf opgezet. Via Borgerhout belanden we uiteindelijk in de spoorwegkathedraal van Antwerpen. Halverwege de jaren 80 is het monumentale kopstation in de binnenstad zwaar gehavend door achterstallig onderhoud. In de stationshal dreigen de stukken naar beneden te vallen. De discussies over het herstel of de sloop zijn dan ook niet van de lucht. Gelukkig besluit men tot renovatie. Sterker nog, het kopstation is nu ondergronds een doorgaand station langs de hoge snelheidslijn. Dus voor de Thalys geen kopmaker meer en geen station in een voorstad als tussenstop. Een tweede generatie Benelux komt binnen op het spoor langs de dierentuin van Antwerpen. Om de aanleg van de hoge snelheidslijn door de stad en de tunnel onder het station mogelijk te maken, moest depot Antwerpen-Dam verplaatst worden naar Antwerpen-Noord. Antwerpen-Dam was jarenlang de thuishaven van de reeks 25-5. Zelfs in vervallen toestand imponeerde Antwerpen Centraal, met zijn 66 meter brede en 43 meter hoge hal. 10 jaar was eraan gebouwd, van 1895 tot 1905, om de plannen van de Bruggense architect Louis de la Sancerie te verwezenlijken. Een eeuw later biedt een gerenoveerd Antwerpen Centraal onderdak aan het nieuwste materieel. Daar kan Brussel, waar we de entourage aan het begin van de film zagen, nog een punt aan zuigen. Dan kan men niet anders concluderen dan dat Antwerpen de beste afsluiting is voor ons programma over de Benelux.
Thank you.